wacht. Wat doe je? Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Talksloop. Het programma waar je even lekker je frustratie kan uiten, hè, door even erover te praten. Maar dat kan ook door er even mee te gaan slopen. De studiogast van deze keer. Ik ben heel blij dat hij tijd heeft kunnen vrijmaken. Ik ben er helemaal klaar voor. En dat is nu gehoord. Ja. Dames en heren, mag ik een groot applaus. Hier is die Thomas Cox. Hey! Wat een applaus. Wat een welkom. Al die mensen ook. Leuk dat je een heel publiek ook hebt. Ja, had. Spetterende entree. Ja. De Talksloop. Wie kent het niet? Hè? Ja, ik. Jij kende het niet. Nee, meen je niet. Nu wel. Voor degene die Thomas nog niet kent, we gaan even kijken naar een leuk filmpje over Thomas. Leuk. Thomas houdt enorm van filmpjes maken, maar hij houdt ook van andere dingen zoals zwemmen, boogschieten, lassen, cultuur, kleine kinderkatjes, dure auto's, naar zichzelf kijken en duiven voeren. Daarnaast houdt deze jonge hunk ook enorm van vrouwen en gaat de roddel dat hij wel 6 vriendinnen heeft. Maar je kunt hem ook kennen van Concentrate, hey. Editie NL, Thomas. En bij Carlos TV Café was hij de jongen die drankjes kwam rondbrengen en zijn tattoo laten zien. Al met al, best een leuke jongen die Thomas. Wat is je aan het doen? Nou Thomas, wat vond je van het filmpje? Ja, dat vind ik leuk. Wat klopt er niet helemaal? Dat ik 6 vriendinnen heb, dat klopt niet. Ik heb gewoon 1 vriendin, 1 hele lieve. Nee. Nou, dan is die roddel dus ook niet waar. We kunnen wel zeggen, het gaat hartstikke goed met jou, hè? Je was de sidekick bij Carlo Bossart. Ja. Programma's gemaakt voor Editie NL. En nu zit je bij de Talksloop. Het is wel mijn hoogtepunt, hoor. Ja. Jouw carrière zit wel in de figuurlijke lift, om maar zo te zeggen. Zeker weten. Het gaat hartstikke lekker. Maar daarvoor zitten we hier natuurlijk niet. Het gaat ook wel eens een keer niet lekker. Nee, vaak genoeg zelfs. Zoals? Vanochtend is mijn auto weggesleept. Heb je nog meer dingen wat jou echt gewoon frustreert? Dat je denkt, waarom gebeurt dat zo? Er zijn mensen die hebben TL-licht in hun huis. TL-licht is zo lelijk, sowieso, het is overal lelijk. Ik vind het verschrikkelijk, haat TL-licht. Nee, maar echt, het verneukt de sfeer. Ik kan altijd, als er TL-licht ergens is, dan word ik ongelukkig. En ik vind het ook verschrikkelijk dat sommige mensen heel veel volgers en likes krijgen op Instagram. Meer dan ik, terwijl ik heel erg mijn best doe om een hele leuke Instagram-pagina te maken. Maar dat is meer jaloezie dan haat. Ja, daar kan je je over frustreren. Ga nu even kijken naar een vette foto van Thomas. Wat is er zo leuk aan deze foto? Ik weet niet wat je er nu in gaat. Eigenlijk, misschien frustreert me dat ook wel, dat echt een belangrijk ding is. Likes op een foto. Pas dan tel je mee. Ja, misschien is dat wel de frustratie. Zware leed. Het zware leed wat Instagram heet. Thomas, jij hebt iets voor me meegenomen? Ja, ik heb iets meegenomen. Het is iets waar we denk ik allebei iets aan hebben. Want jij bent ook geen hele goede kok. En ik heb iets meegenomen waardoor ik afscheid kan nemen van mijn ongezonde eetgewoontes. Dit is het. Oké, daar gaat hij dan. Daar komt hij. 2 oude, gare, vieze magnetrons. Ja, en daar heeft Thomas gelijk in. Want vandaag gaan we deze schitterende, of wat zeg ik, smerige magnetron en combi-oven helemaal aan gort slaan. Dit spul hier op, volgens mij zijn dit muizenkeutels. Oh, gadverdamme. Dat heb je hier voor het laatst, volgens mij macaroni. En dat ik was... Had je een date? Twee macaroni's. Ja. Je kan natuurlijk ook magnetronmaalden gewoon kopen en dan doe je ze in de pan. Iedereen gelooft, oh wat heb je lekker zitten koken. Dus gewoon uit een bakje. Simpel hè? Tip voor thuis. Dat is wel een hele goeie. Eens kijken of hij ook met klein... Het hoeft niet stuk, hè? Ja, dat is het hele idee. Iedereen weet dat aluminium en metaal, dat doe je natuurlijk niet in een magnetron. Metaal erin. En de maximale stand. Vanzelf... Wow! Ontploft dit ook, of niet? Weet ik niet. Wow! Ziek! Maar nee, wow, wacht. Oh, dat stinkt, jongen. Wow, ziek! Oh, pas op. Au! Wat een mooi ding! Wow! Oh! Ja, dit is wel aangebrand. Dit ruikt echt niet gezond. Volgens mij is dit niet goed voor je wat we aan het doen zijn. Moeten we dit niet wat langer proberen dan? Ja, dat moet uiteindelijk gewoon ontploffen, toch? Of niet? Ja, dit is alles behalve stoere jongens slopen iets. Het zijn echt twee watjes die zeggen... Oh nee! Er gaat een vlammetje erin. Nee, doe maar. Zul jij hem uit? Ja. Hij rookt aan alle kanten. Even koekeloeren. Wow. Zo.
Nou, bij deze weten jullie, doe nooit je lepeltje of je staalborstel in de magnetron. Dat is natuurlijk niet handig. Dat gaat roken. Haal jij het er even uit? Je hebt handschoenen. Hoezo? We kunnen toch gewoon dichtgooien en slopen dat ding? Ja, dat is ook waar. Oh! Zo, die u! Laat de straat er maar lekker uit. Ja. Oh. Oh, wat doe je? Wat is dit? Je tafeltje is ook niet helemaal meer. Nee, dat zie ik inderdaad. Misschien om de magnetron en de oven, maar niet om een tafel. Oh shit. Ja, oké, dan ga je dokken. Ja, dit kunnen we nog wel goed maken. Oh nee, dit kunnen we wel even lijmen. Tuurlijk. Hier, dit is gewoon een kwestie van terugduwen. Zo. Zie je niks meer van. Ik baal je wel van. Oké, nou, mag gauw kapot dan. Lampje zo. Ga je toe. Dat is kapot! Zegt hij nou ja, precies waar het op slaat? Het is kapot. Ja, ik ben ook kapot. Maar mijn mannelijkheid komt wel naar boven hier. Maar het belangrijkste is, lucht het op. Ja man, heerlijk. Ja? Het is zo lekker om even iets helemaal te slopen. Echt heerlijk. Dit was alweer de talksloop. Heb jij nou een idee wie er in de talkshow moet langskomen? Laat het even weten in de comments. Of wat er kapot moet, dat kan natuurlijk ook. Vond je het een leuke video? Geef dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Nou, geef nog maar even een lekkere eentje, ramp. Nog eentje. Eentje om het af te leren. Stop. Nog eentje dan. Hij is gewoon niet meer, hij is niet meer te stoppen. Nu is het klaar. De talkshow is afgelopen. Je maakt niet uit. Nou, tot ziens. Hij gaat nog even verder.